In Amsterdam is Kees Houtman doodgeschoten. Hij is een kennis van de vanochtend in Thailand geliquideerde topcrimineel John Miremet. De 45-jarige Houtman werd in Amsterdam-Osdorp met een automatisch vuurwapen op straat voor zijn woning neergeschoten. En kort daarna is hij overleden. De twee daders zijn gevlucht. Voor de tweede keer deze week een liquidatie in Amsterdam. Dit keer in de buitenwijk Osdorp. Even voor 8 uur vanavond werd de 45-jarige Kees Houtman neergeschoten op straat. Daarna strompelde hij naar binnen en overleed. Er is meerdere malen geschoten met een automatisch vuurwapen. Een professioneel uitgevoerde liquidatie. De twee daders zijn met een auto gevlucht. Kees Houtman is een bekende van justitie. Hij werd in verband gebracht met een aantal grote overvallen in de jaren 80 en 90. Onder andere op geldtransporten. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel hield Houtman zich bezig met de handel in vastgoed. En omwonenden zeggen dat hij ook eigenaar is van een koffieshop. Het pand waar Houtman is overleden staat te koop voor 1,2 miljoen euro. Afgelopen maandag werd onderwereldadvocaat Evert Hinks doodgeschoten in Amsterdam-Zuid. Op bijna soortgelijke wijze. Op straat en ook met een automatisch vuurwapen. In Amsterdam is verslaggever Lex Rundekamp. Lex, wat weet jij over Kees Houtman? Nou, over Kees Houtman zelf is eigenlijk heel weinig bekend. We hebben vanavond natuurlijk snel gebeld met allerlei mensen die kennis dragen van het alle wel en wee in de Nederlandse onderwereld. En deze naam is maar heel weinig mensen bekend. We hebben gekeken, hij is, wat duidelijk is uit dossiers bijvoorbeeld van de Kamer van Koophandel, is dat in het huis achter mij, dat hij daar ook een kantoor hield. Het staat met een vrij ruime omschrijving als een kantoor wat doet in beheer. Hij zit zeker ook in de vastgoed, niet als echt als vastgoedhandelaar, maar heeft daar wel activiteiten in ontplooit. Voor de rest, het is inderdaad een man die justitie kent. Ze zeggen dat ze hem kennen, inderdaad, het werd net in de reportage al even gezegd, als de man die betrokken is geweest bij een reeks grote overvallen in de jaren 80 en 90. Het is verder een bleekbeeld. Hij komt niet voor in de dossiers zoals wij die hebben van de grote zaken in de laatste jaren. Het is een relatief onbekende man. Zoveel weten we van hem, maar wel zeker, meldt justitie ons vanavond, bronnen binnen justitie bekend in de onderwereld. En het is de derde liquidatie van deze week. Kun je zeggen dat die met elkaar te maken hebben? Nou, ik heb nog geen enkele relatie gevonden tussen deze persoon Houtman en de advocaat Hinkst, die maandagavond is geliquideerd. Maar verschillende bronnen, ook van justitie, verzekeren ons dat de vandaag geliquideerde heer Miremet absoluut een bekende is, minstens een kennis is van deze heer. Nou, wat dat betekent, we moeten het de komende dagen gaan uitzoeken. Voor nu, het is vanavond hier laat, zijn niet veel gegevens meer te halen. Het is hier vrij stil verder. De technische recherche is aan het werk. Morgen gaan we verder uitzoeken. Lex Rundekamp in Amsterdam.